Welkom bij Tiel aan tafel. Vandaag ga ik de 10 vragen stellen aan Wim Hobé. Natuurlijk ga ik in pittige discussie met de kritische vrienden. En ik ga starten met Frank Groen junior. Welkom Frank, jij bent hier als voorzitter van de subgroep Veiligheid. Klopt. Van de gemeente Tiel. En dat houdt nogal wat in. Dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt natuurlijk. Dat is nou verbonden aan het jaarthema. Hè. Laten we dat voor alle duidelijkheid noemen. Dat is een groep die bestaat uit twee voorzitters. We hebben mevrouw Ans Dukesnooy en de heer Tom van Oostrom. Zijn van het groepje Groen en Wonen. We hebben dat ook anders gedaan dan andere jaren. We hebben er nu 3 aparte groepjes van gemaakt om toch kortere klappen te maken. En hopelijk een mooi succesvol jaarthema te krijgen. Ja. Ja, en korte klappen, dat klinkt veelbelovend. Waar moet ik dan aan denken? Nou, er zijn vaak heel veel ideeën, ook bij inwoners heel veel ideeën. Maar als je hebt natuurlijk niet allemaal de tijd om daar 3 keer in de week over te gaan bij elkaar gaan zitten en om daarover te vergaderen. Dus wil je daar concreet stappen in maken, dan zul je korte lijntjes moeten hebben. Zowel in de organisatie, maar ook met de mensen die de plannen bedenken. Ja. Dus vandaar eigenlijk de korte klappen. En wat zijn die plannen? Nou, ik wil het dan graag betrekken op ons eigen groepje. Dat is het groepje Veiligheid. Wij zijn bezig met de coördinator binnen de gemeente Tiel om voor alle buurtpreventieprojecten in Tiel een app te gaan introduceren. Dat willen we doen kosteloos. Dus concreet houdt dat in dat elke inwoner van Tiel, dat zou in mijn droomwereld zou dat zo zijn, dat die app straks heeft. En dat die dus dat de aangiftebereidheid daarmee ook omhoog gaat. En die zit gekoppeld aan de buurtpreventie-app. Waardoor mensen ook de buurtgenoten in kunnen signen en schakelen op het moment dat er echt wat is. En daarnaast maakt die app het mogelijk dat de gemeente Tiel kan zien per wijk of soms zelfs per straat. Wat de klachten zijn, wat de overlast is, wat de meldingen zijn. Ja, dus als er een calamiteit is, dan kunnen mensen die app gebruiken in de toekomst? Ja, in de toekomst. Nou ja, daar zijn we dus nu nog mee bezig. Dat is nu even onder voorbehoud, maar de eerste lichten staan op groen, laat ik het zo zeggen. En wat wordt er dan mee gedaan op het moment dat zo'n app verstuurd wordt? Die app die onthoudt gelukkig geen persoonsgegevens, want dat was een voorwaarde van ons. We willen dus niet kunnen weten of Jantje, Pietje of Klaasje in de buurt melding maakt. We zien alleen we zien het op GPS-niveau. En dat kunnen we helemaal uitfilteren. Dus we zien ook niet het huisnummer. We zien alleen zeg maar de klacht. En die klacht die wordt ook weer gekoppeld aan eventueel de wijkagent als die klacht vaker voorkomt, dat soort dingen. Waardoor je dus heel snel kunt schakelen en veel beter weet wat er in een buurt of in de straat leeft. Ja, nou lijkt mij inderdaad heel interessant. Nu is de coördinator Kim Biersma. Ja. Ook pas, die heeft ook wat verteld over dit thema. Ja. Laten we daar nu even naar gaan kijken. Laten we doen. Wat hebben we allemaal gedaan? Week van de Veiligheid. Wij hebben voor ondernemers georganiseerd. Voor winkeliers en voor bewoners. We pakken altijd alles in één. Het is ooit ontstaan vanuit de detailhandel. Maar als gemeente hebben wij gezegd, nee, Week van de Veiligheid is voor iedereen en blijft van iedereen. Kortom, op maandagavond hebben wij gezeten met al onze winkeliers van deze binnenstad. Behoorlijk wat. De mystery shopper is geweest. Die heeft winkels leeggehaald. Letterlijk beroofd eigenlijk als winkeldief. Natuurlijk alles met toestemming van. Alleen ze wisten niet wanneer. Vervolgens is het die avond zijn de producten teruggegeven aan de winkeliers. En met gelijk natuurlijk leren van elkaar. En weten van hoe zie ik nou, hoe let ik op een winkelier. Wat kan ik in mijn winkel nog meer doen om alles te voorkomen. Met ondernemers hebben we een ontbijt gehad over cybercrime, een heel bekend onderwerp. Cybercrime is natuurlijk een hot item in heel Nederland, maar ook bij de gemeente Tiel. Dus we hebben een plaatselijk bedrijf gevraagd om daar wat meer over te vertellen. Van hoe kan je nou als bedrijf in de basis al wapenen voor die cybercrime en wat gebeurt er dan, waar moet je op letten. Prachtig ontbijt geweest, geopend door onze eigen burgemeester. En vandaag hebben wij de actie met fietsen, de antifietsendiefstal. U kunt gratis uw fiets laten graveren. En als de fiets dan gestolen wordt, dan kan je hem in ieder geval weer terughalen. En dan heeft de politie iets meer dan, ja, het was een blauwe Batavus. Ja, dat is heel lastig om een blauwe Batavus bij de juiste eigenaar terug te krijgen. Dus hoe mooi is het als je dat met codering kan doen. En dat ze eindelijk de fietsen die ze vinden ook goed bij de eigenaar terug kunnen brengen. Dit is een jaarlijkse actie die wij doen inderdaad. De Week van de Veiligheid komt jaarlijks terug. En de Week van de Veiligheid, ja, daar kijken we altijd ieder jaar van wat speelt er? Wat speelt er bij de ondernemers? Wat speelt er bij de winkeliers? Wat speelt er bij de inwoners?
En daar proberen wij helemaal op aan te sluiten. Ja? Zal ik het wel lezen? En als ik maar een keer wat de aard in heb, dan... Ja? Ja. Dankjewel. Nou, Week van de Veiligheid is landelijk. Eerst begonnen vanuit ondernemers om mensen zeg maar, bij te praten van nou, dit kun je wel doen, dit kun je niet doen in verband met veiligheid. Inmiddels is het zo dat het zeg maar, op en inwoners en op bedrijven gericht is. Hier in Tiel heel actief. Doordat we nu bezig zijn geweest om aan de andere kant te kijken, waar we net het voorbeeld al van hebben gezien met een app en dat soort zaken, willen we in volgend jaar, als het jaarthema verlengd wordt, daar hebben we nu uitgesproken met elkaar als gemeenteraad van Tiel. Ja, wat natuurlijk heel fijn is. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, want ja. Dat wil zeggen dat we nog meer tijd hebben om zeg maar, de boel, de ideeën die er nog liggen, om die af te maken. Echt uit te rollen. Ja, om die echt uit te rollen. Volgend jaar willen we met Kim in gesprek om te kijken, nou, hoe kunnen we de Week van de Veiligheid misschien wat beter toeschrijven op Tiel. Waar heeft de inwoner van Tiel of waar heeft de ondernemer van Tiel behoefte aan? En waar kunnen we die behoefte voorzien? Ja, nou goed. Jullie denken ontzettend mee met die inwoners. Proberen we. Ja, nee, heel goed. Nou, heel duidelijk ook. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. En dan is het nu tijd voor de 10 vragen. Bij mij zit Wim Hobé. Wim, voor de mensen die jou nog niet kennen, kun je iets heel kort over jezelf vertellen? Wie en wat ben jij? Ja, mijn grote passie is muziek. Daar zullen ze me wel voor kennen. Ik zit in diverse bandjes als bassist. En ja, dat is eigenlijk wat ik het leukste vind. Ik ben ook altijd te vinden als er ergens een live bandje is. Dan ben ik wel aanwezig. Muziek is jouw ding? Muziek is mijn ding. En jij bent bassist, hè? Ja. Ja. Goed, ik ga toch eventjes voor je... Ik heb mijn brilletje opzetten. 10 korte vragen. Ja. Kort antwoord. Het vogeleilandje hier in de Tielse Gracht of de Domme Utrecht? Domme Utrecht. De Rolling Stones of de Beatles? Geen van beide. Kom op terug. PVV of VVD? Geen van beide. Flauw. Sorry. Jeroen Pauw of Umberto Tan? Jeroen Pauw. Lente of de Herfst? Lente. De euro of de gulden? De gulden. Barcelona of Berlijn? Berlijn. Wat is het mooiste plekje in Tiel? Korenbosplein. Vlees of vis? Vlees. Een ochtendmens of een avondmens? Avond. Avondmens. Ja. Nou, omdat ik toch even terugkwam op de Rolling Stones of de Beatles, zei je Nee, ik vind geen van tweeën wat, eerlijk gezegd. En wat is de muziek van die tijd? Wat was het toen? Ja, ik hield meer van Pink Floyd, Deep Purple, dat soort muziek. En als ik, zou ik eerder, alhoewel ik altijd anders geroepen heb, ik zou eerder naar de Beatles neigen dan naar de Rolling Stones. Rolling Stones heb ik helemaal niks mee. Nee? Nee. Ja, je haat of houdt van ze, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. En jij zei uitgesproken Jeroen Pauw. Ja, vind ik een fijne man en een goede interview. Ik ben wel fan van hem. Een lentemens? Ja, lekker. Dan gaan de vlindertjes weer. Nee, dat vind ik echt mooi. Lente, het is echt prachtig. Het is lekker nog een beetje koeler. Toch alweer wat warmer aan het worden. Het is gewoon, als je dan wakker wordt, word ik echt vrolijk. Echt vrolijk van. En de nieuwe blaadjes. En ja, heerlijk. Ja, mooi seizoen. Ja. De gulden? Ja, de gulden. Het is een stukje nostalgie, denk ik. Ik ben toch blijven hangen in de gulden tijd. Ik reken nog steeds alles om. Nog altijd? Ja, dat kan eigenlijk niet. Maar ik zeg, dat is wel zoveel gulden. Basgitaar gekocht, 2000 euro. Ik denk, nou is toch 4400 gulden. Ja. Zo denk ik dan even. Ja. Ja. In die tijd kocht je ook al basgitaren? Ja. Hoe lang ben jij met muziek bezig? Ik ben, even kijken, een jaartje of 25, denk ik. Ik ben eerst zanger geweest en... Toen zag ik Tenny Taramata bassen en ik was echt fan van hem. Ik zong ook bij hem in de band. Ik denk, dat moet ik ook gaan leren. Betoverd. Ja. En goed, en dan beheers je het ook. Want je kunt iets wel willen als je dat talent niet hebt. Nee, ik heb er wel hard voor moeten werken. Maar het is leuk. Zelfs nu ben ik eigenlijk pas begonnen mijn les te nemen eigenlijk. Ik wil toch nog weer verder theorie leren. Ja, en dat gaat ook echt op noten of gaat het op gevoel? Nee, dat gaat echt met toonladders. Ja. En hoe voelt dat? Weer als een soort van 12-jarige? Of? Nou ja, het is leuk. Het is leuk om te weten wat je aan het doen bent. Nu was het allemaal op gevoel en dan kun je het ook theoretisch benaderen. Ja, maar wat voegt dat dan toe als je met die theorie erbij...
nu muziek gaat spelen? Nou, als iemand in een major of in een minor speelt, dan weet je waar je moet zijn, wat je voor tonen neer moet zetten. Minder denkwerk, gewoon Palsbom theorie toepassen. Ja, ik vind het wel leuk. Ja? En dat doe je ook al echt, dat toepassen? Nou, ik ben pas 2 maandjes bezig, maar ik ben er wel mee bezig inderdaad. Wat meer, ik was altijd meer wat weinig nootjes spelen, maar ik doe er nou wel wat tussen nootjes. En, ja, dat is echt wel leuk om te doen, ja. Wat toonladdertjes spelen. Wat zou, als er geen muziek zou zijn, wat zou er dan zijn voor jou? Wat zou er dan gebeuren? En dat zou een heel groot gemis zijn. Ja? Ja, dan zou het, ik heb natuurlijk wel een lieve vrouw en 2 lieve dochters, maar ja, die hobby is voor mij alles. Alles moet wijken. Als ik moet spelen, dan een verjaardag of wat dan ook, dan kunnen ze vergeten. Spelen gaat voor. Spelen is het allerbelangrijkste. Ja, het is het allerbelangrijkste. Oké. Wim, mag ik jou hartelijk danken? Ja, dat is goed. Okay. Ja, oké. Okay. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. Welkom Jan Woldberg, welkom Astrid de Groot. We gaan het hebben over die verschuivingen van de ene naar de andere partij, van die geluiden van zetelroof. Ja. Daar kan jij absoluut iets over zeggen. Nou, die term is gewoon de spijker op zijn kop. Zetelroof. Kijk, je bent op een gegeven moment, je bent gekozen door, ik noem maar wat. Jij bedoelt waarschijnlijk op de Tielse politiek waar ik momenteel speel. Ja, hier is heel recent natuurlijk ook gebeurd. Ja, kijk, ProTiel was natuurlijk een grote partij en die had ook een grote achterban. En die heeft bepaalde programmapunten. En die mevrouw die nu overloopt naar de PvdB, ik weet niet of die gekozen is door de burgers. Dat zij genoeg stemmen had om op eigen kracht in de raad te gaan zitten. Als dat niet zo is, dan vind ik dat echt compleet zetelroof, want de mensen kiezen voor een bepaald programma. En ik neem aan dat die beide partijen gewoon allebei een verschillend programma hadden. Anders hadden ze bij elkaar kunnen gaan zitten. Ja, dat dan hadden we in Tiel hadden we gewoon 1 splinterpartij gehad. Het was netter geweest als ze de periode afgemaakt had. Ja. En dan gezegd van, nou, ProTiel stopt ermee. Ja, en ik stel me nu verkiesbaar bij PvdB. Dat had gekund. Dit slaat gewoon nergens op. Echt niet. Jullie zijn het eigenlijk best wel eens met elkaar. Ja. Nou, we hebben daar wat. Want wat is dan de elegante weg die zij had kunnen bewandelen? Hè? Gewoon hypothetisch, een scenario. Opzouten. Gewoon uiteraard. Nee, ja. Gewoon. Afmaken. Of je bent gekozen. Ja. Je bent gekozen, je maakt de periode af onder de naam. Of als je het er niet mee eens bent met het partijprogramma wat je dus altijd hebt uitgedragen, moet je gewoon wegwijzen. Ja, of draag je zetel over aan? Nee, aan iemand anders van je eigen partij. Van die 7 mensen die er nog over waren, heb ik begrepen. Ja, dat begreep ik ook. Maar goed, de burgers van Tiel hebben toch op ProTiel gestemd. Dus ik vind dat je dan 4 jaar lang het wel af moet maken. Ja. En dat is wat nu niet gebeurt. Dus je stelt toch een aantal mensen teleur. Ja, dat klopt. Maar het gebeurt natuurlijk op allerlei niveaus. Nou, ook landelijk, hè? Ja, nou, landelijk zeker. En ook dan vind ik gewoon dat je de mensen, de burgers, stemmen op een partij meestal en daarna op een persoon. Dat zie je, die tendens. En dan vind ik gewoon dat je bij je partij moet blijven of inderdaad afscheid moet nemen. Van die plek. Ja. En daarbij die enorme versplintering. Als je gewoon in de Tweede Kamer kijkt van hoeveel partijen er zijn. En iedereen moet een keer aan het woord komen wat dat kost. En hoe moeilijk het is om met elkaar tot overeenstemming te komen. Ja. Nou, ik vind Tiel echt een heel goed voorbeeld van hoe het niet moet. Zoveel plaatselijke partijen die dus allemaal gewoon eigenlijk bijna hetzelfde willen, maar allemaal hun eigen. In die optiek is het toch dan niet zo erg als er van ProTiel gaat naar de PvdB? Oh nee, je hoort mij niet klagen, Ms. Moor. Nee, wat mij betreft allemaal naar de PvdB. Op dat punt zijn wij het niet met elkaar eens, hoor. Ik vind juist dat plaatselijke partijen heel goed zijn. Die verstaan wat er hier in plaatselijk gebeuren moet. En een landelijke partij heeft toch een landelijk programma waar ze zich aan confronteren. Volkomen onzin. Echt, en ik vind plaatselijke partijen echt heel goed. Nee. Jij wilt daarmee zeggen dat een partij, een landelijke partij, niet. Want kijk, ik zit dan voor de Partij van de Arbeid in de Neder-Betuwe in de Raad. Maar ik voel mij gewoon echt een plaatselijk gebonden gewoon aan standpunten. Ik verplaats me daar gewoon in. Dus ik heb wat dat betreft. Nou, dan ben jij misschien een hele goeie. Maar ik denk dat ook hier, ik ken een aantal graden. Ik weet dat de Partij van de Arbeid hier in Tiel ook gewoon opkomt voor de belangen van de Tielse burger. En dat heeft niets te maken dat zij dat
Partij van de Arbeid dan hier een landelijke partij is, maar gewoon in het algemeen heeft het te maken met de mensen die erin zitten en die opkomen ja. voor... Nou, maar in dat... zo werkt het natuurlijk altijd. Het gaat altijd over die mensen die de partij dragen. Ja, maar in het kader vind ik het splinterpartij woord vind ik ook een beetje naar. Want ik vind gewoon dat ieder het recht heeft als die vindt dat zijn ideeën niet vertegenwoordigd worden in de Kamer of in de politiek plaatselijk. Dat die gewoon het recht moeten hebben om een partij te beginnen. En dan vind ik het onzin om dat splinterpartijen te noemen. Want als zij stemmen krijgen, krijgen ze stemmen. Ja, maar ben je eens, maar een splinterpartij is toch een kleine partij? Ja, dat is een kleine partij, maar die groeit ook uit naar een grote partij. Dat kan heel goed zijn. Dat kan absoluut groot groeien. Maar goed, de stelling van kan dat, zo zit erop, daar zijn we het wel over eens. Dus ja, dat dus niet kan. Nee, dat kan echt niet kunnen. Nee. Oké. Dank jullie wel voor dit gesprek. En dit was Stil aan tafel voor deze week. En natuurlijk zijn we er volgende week weer.